zijn, dat doe ik ze opbergen en de mailtjes beantwoorden. Oké. Okay. Is er wel leuk. Ja, dat is wel vrij pik. Maar heb je het ook gelezen wat er 1 september gebeurt met de bezuinigingen? Nou, ik heb nog niet helemaal doorgelezen. Oké. Okay. Ze zijn van plan om bij de RFC samen met de WTO ook te bezuinigen. En waarschijnlijk gaan de conducteurs op de trap ook weer 1 september eraf. Echt? Ja, dat heb ik inderdaad gelezen. Hier, Stef. Hoor je dat de conducteurs waarschijnlijk per 1 september van de tram afgaan? En ik zei dat de vorige keer al tegen Ricard. Ik zeg, let op, dit jaar gaan jullie van de tram af. Jullie zijn eigenlijk niet meer nodig. Nee, we blijven altijd op de tram nodig. Hier, maar we hebben een keer gelijk, hè. Voor de informatie te geven. Ja? Ja, maar weet je wel hun kosten daar op die tram? Die zijn duur voor de RT, hoor, die conducteurs allemaal. Nee, ja, het is... Ik vind het echt onzin wat ze aan het doen. Ze willen ook natuurlijk de metro weer helemaal weg hebben. Dus, Ja, metro weer, die blijven alleen op de ondergrondse stations. Ja. En ik heb gehoord dat mensen die ook blijven, die worden omgeschoold om een conducteur te worden. Want die moeten meenemen daar naartoe. Ja, maar de hele hoop komen van de tram af omdat ze niet tegen het geschok kunnen en alles. En dan moeten ze nou weer terug.